Hallo en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Larissa en je kijkt naar mijn shoplog. Want ik ben bij de Primark geweest. En wow, dit lijkt heel erg op mijn vorige shoplog. Dit is mijn tweede shoplog. Ook al was mijn eerste shoplog 9 maanden geleden. Dit is toch mijn tweede shoplog. En de vorige keer dat ik een shoplog deed was ook toen ik naar de Primark was geweest. Want eigenlijk altijd als ik heel veel kleren in één keer koop, dat doe ik eigenlijk altijd bij de Primark. Ik heb wel eens dat ik dan bijvoorbeeld gewoon naar een random andere winkel ga. Maar dan koop ik bijvoorbeeld 1 of 2 shirts. En dat is niet waard om een shoplog te maken. En bij de Primark koop ik altijd lekker veel. Dus daar kun je een hele mooie shoplog van maken. Dus ik dacht van, laat ik weer eens een shoplog gaan maken. Dus let's go. Wat ik als eerste heb gekocht is dit Star Wars shirt. Oh, ik hoop dat je het ziet. Ik heb dus dit shirt gekocht van Star Wars. Zoals misschien de meeste mensen wel weten, ik ben diehard Star Wars fan. Echt de diehard misschien een beetje. Maar ik heb al 4 Star Wars shirts. 5. Ik heb er nu 5 weer in erbij. Yeah, ja, ik heb echt een obsessie met Star Wars en ook met Star Wars shirts. Dus, want Star Wars is gewoon awesome. En ja, dus ik heb alweer een Star Wars shirt. En weet je wat echt heel mooi is? Dit shirt hing gewoon op de vrouwenafdeling. Normaal altijd als ik Star Wars shirts koop, hangen ze altijd op de mannenafdeling. En ik voel me altijd vet gediscrimineerd. Maar ze hadden gewoon eindelijk een keer een Star Wars shirt dat op de vrouwenafdeling hing. Hoe awesome is dat? Dus dankjewel Primark voor het maken van een vrouwenshirt van Star Wars. I love you. Dan heb ik deze crop top. Het is een crop top, ja. Met gaten in de schouders, zeg maar. En deze vond ik wel fancy. Ik was samen met Fabienne bij de Primark. Fabienne heeft dezelfde gekocht. En ja, ik vind deze wel leuk. Ook met die streepjes en zo. En je had hem ook een even zwart, maar ik vond deze leuker. Dus toen heb ik deze gepakt. En dan heb ik deze korte broek gekocht. En die vond ik heel erg leuk, want die heeft hier van die dingetjes, weet je wel, van dit. Dat vind ik wel leuk. Alleen hij is, ja, ik heb er nu wel een klein beetje spijt van, want hij is erg groot. Ik heb dus, normaal heb ik maat 38, maar ik vind altijd bij korte broeken, die zitten zo strakjes op je buik. En vooral als je dan gaat zitten, zitten die echt zo van, bleh. En dan moet je bijna kotsen, zo strak zitten ze. Maar ja, I don't know, dat hoort gewoon bij korte broeken. En wat heb ik nog gedaan? Ik heb dus een maat 40 gepakt en eigenlijk is die veel te groot. Slim, Larissa. Maar ja, ik heb hem dus wel gekocht. En ja, ik vind hem wel leuk. Dan heb ik een Batman shirt. Ik gaf eerst echt niks om Batman. Niks. I didn't give a shit. Totdat ik de serie Gotham ging kijken. En die serie is B as fuck. Dus ja, door de serie Gotham ben ik Batman iets leuker gaan vinden. Ik speel nu ook Lego games van Batman en zo en allemaal andere dingen. En ja, ik zag dus dit shirt hangen en ik vond hem heel erg leuk. Dus ja, deze heb ik gekocht en ik vind hem wel awesome. Dan heb ik Simba. Het is Simba. Het is een crop top met Simba erop. En ik vond het super awesome. Ik zag hem hangen. Ik pakte hem en toen dacht ik, ja, het is wel leuk. En toen paste ik hem en toen I fell in love with this shirt. Ja, dit is dus een crop top, zoals ik al zei. En ja, ik vond hem echt heel erg leuk. Toen ik hem aan had ook. En mijn kat heeft Simba. En ja, ik vind dat wel cute. I don't know. Dan heb ik echt gewoon de meest awesome broek die je maar kan vinden. Een Star Wars broek. Het is een pyjama broek. Ja, het is meer een legging pyjama broek. En hij is zo awesome. Echt serieus. Ik heb nog nooit zo'n awesome broek gezien. En hij is gewoon ook voor vrouwen. Thank you. Thank you so much, Primark. Er staat dus, zeg maar, ik zal even wat dichterbij komen, dat is wat handiger. Je hebt dus Darth Vader dan en Stormtroopers, Princess Leia. Die staan allemaal op. Oh ja, en R2-D2. Waar is die? Oh, hier is R2-D2. En dan heb je allemaal van die dingen zoals May the Force be with you. En beep beep beep, dat zegt R2-D2. En ik vind hem zo awesome. Ik had het eigenlijk helemaal niet nodig, maar het is Star Wars. Ik kan het niet laten liggen. Het is onmogelijk. Ik zal maar niet vertellen dat ik eerst 5 Star Wars shirts bij me had om te passen. En het me echt heel erg pijn deed toen ik ze bijna allemaal terug moest hangen. Oké, ik heb het al gezegd. Maar ja, ik heb dus deze broek. En deze broek is fucking awesome. Wow, ik had nog niet eens gezien dat hier knoopjes zaten. Maar I don't care, want dit is Star Wars. En Star Wars is mooi en leuk en awesome. Oké, dat is genoeg fangirls. Dan heb ik dit jurkje. Of de try-on. Of hoe noem je dat? Zie je het wel beter. Dus ja, ik heb dus dit. En je ziet dat het een beetje, ja, dat er van die gaten in zitten. Dus het is natuurlijk niet zo van dat je het gewoon zo aan doet. Maar het is meer voor over een bikini, denk ik. Daarom laat ik het ook in de try-on met een bikini zien. In de pashoekje ook. Ik was in de pas en ik dacht van, het ziet er best raar uit. Maar als je het met een bikini aan doet, dan is het leuk. En ik ga naar Kroatië en Thailand. Dus dit komt fantastisch van pas. Ik had hem ook in het zwart en het roze gepast. Maar die zwarte, die, ja,
ja, kijk, bij die witte heb je dus die hals gewoon zo rond, zeg maar, hier zo. Maar die zwarte, die had dus echt zo helemaal zo. Dus ik dacht echt van, waarom zou je dan überhaupt nog een jurkje aandoen? Je ziet gewoon je hele BH'tje van je bikini. Wat is het nut van dat jurkje dan? Dus ja, die vond ik niet zo leuk. En dan had ik nog die roze, dat was echt zo super fel roze. Dus ja, die vond ik een beetje te fel. En al helemaal als je zo wit bent als mij, nee, dat is niet zo mooi. Ik word natuurlijk wel bruin op vakantie, maar ik vond die witte gewoon leuker. En dan het allerlaatste shirt heb ik. Ja, Kylo Ren. Ik heb Kylo Ren. Het is dus ook weer een Star Wars shirt. Ik heb dus 2 Star Wars shirts in een Star Wars boek gekocht. Dat is beter dan 5 Star Wars shirts, maar ik heb 2 Star Wars shirts. Nu heb ik 7 Star Wars shirts in totaal. Oh my god. Ik heb wel eens zo'n sweater gezien met Kylo Ren erop. En toen dacht ik van, oh my god, die is zo bee, ik wil hem hebben. En toen klikte ik er dus op, want het was online. En toen met verzendkosten en gewoon kosten was het samen iets van 50 euro. En ik dacht van, oké, okay, I love Kylo Ren, maar dat ga ik niet doen. En nu vond ik deze gewoon voor weet ik veel, 10 euro of zo. En toen dacht ik van, oké, dat wordt hem. Maar ja, dat was dus wat ik bij de Primark heb gekocht. Nou, eigenlijk heb ik nog meer gekocht, maar dat zijn geen kleren. Weet je wel, gewoon van die kleine prulletjes en zo, want bij de Primark kost het niks. Dan heb ik nog slippers. Voor als ik naar Kroatië en Thailand ga, komen slippers wel van pas. Maar ja, die zijn van de Primark, dus I don't know hoe lang ze dit gaan volhouden. Maar ja, ik heb de vorige keer toen ik naar de Primark ging, heb ik ook sloffen gekocht. En die sloffen waren serieus na een halve week waren ze kapot. Dus ik dacht echt van, oké, how about no? Ik ga nooit meer sloffen daar kopen. En nu koop ik alweer slippers, dus ik hoop dat die iets langer meegaan dan de sloffen. 50 elastiekjes! 50 elastiekjes voor 51. Geen geld. En ik had elastiekjes nodig. Want kijk, misschien dat je het is opgevallen. Mijn haar is veel korter. Ik heb het maandag laten knippen. En ik had nog maar 2 elastiekjes of zo. Dus ik had zoiets van, ik heb nieuwe elastiekjes nodig. En ik was eigenlijk al langer op zoek naar iets dikkere elastieken. En die zijn gewoon van alle maten. Dus, nice. En dan heb ik nog 1 ding bij de Primark gekocht. En dat is... Star Wars schriften. Ze waren afgeprijsd van 4,50 voor 2 euro. Is dat een excuus? Nou, ik heb de Star Wars schriften gekocht. Het is er 1 met stormtroopers. En 1, ik hoop dat je dat een beetje ziet, want die is een beetje donker. Maar hier staat dus Boba Fett op. En ja, dat zijn dus 2 schriften. Misschien wel handig voor volgend schooljaar. Ik heb nu vakantie, maar you never know. En dan heb ik nog 1 ding gekocht. Daar is dat. Even pakken. En dat heb ik niet bij de Primark gekocht, maar bij de H&M. En dat is deze pet. Wow. Ik vond hem wel fancy. Het is gewoon een effe grijze pet. En ja, ik vond hem wel leuk. Nou ja, dus eigenlijk, ik heb 2 petten. Ik zal ze even laten zien. Ik heb dus deze en deze. En ja, kijk, deze heb ik ook bij de Primark gekocht een keer. En die vind ik wel leuk, maar hij staat niet overal bij, vind ik. Deze vind ik op voor een beetje raar zitten soms. En deze vind ik wel leuk, maar I don't know. Ik heb hem al zo lang. Hij gaat een beetje vervelen. En toen zag ik deze en hij is gewoon even grijs. En wat is er op even grijs aan te merken? Ik bedoel, ja, why not? Dus ja, dan koop je die pet en dan heb je gewoon swag. Oké, geen idee. Weet je wat? Ik ga deze shop nog afsluiten met mijn swag. Oh, luister, wat ben je aan het doen? Oké, ik ga deze shop nog afsluiten. Vond je dit nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Laat even in de reacties weten wat je ervan vindt, wat ik allemaal heb gekocht. En dan was het dit. Doei!